zitten met een van onze jongeren die bij ons op de groep woont. En nu met corona is het extra lastig, want ze is als een van de weinigen nog over op de groep. En ik ga haar even interviewen, zodat jullie ook kunnen weten hoe het is om op een jeugdzorggroep te wonen in de coronatijdperk. Kun je misschien vertellen hoe het is om op de groep te wonen, nu met corona? Vervelend. En wat is er zo vervelend aan? Ja, dat je gaat vervelen dat je niet met kinderen mag afspreken. Oké, maar wat zijn precies de maatregelen die nu gelden? Dat je geen bezoek mag. Maar geen bezoek? Van familie en vrienden. Oké. En dat je zoveel mogelijk binnen moet blijven. En niet naar buiten kan of mag. Mm-hmm. Voor leuke dingen te doen. En je mag niet afspreken met andere jongeren van het terrein. Dus eigenlijk zit je gewoon binnen. Ja. Je mag niet afspreken met andere jongeren van het terrein. Ja. En je kan geen bezoek krijgen van papa of mama. Ja, of vrienden van thuis. En kun je ook naar huis in het weekend? Nee, dat is heel vervelend. Want ik zou eigenlijk de weekend al eindelijk naar huis gaan. Maar nu zit ik hier. Dat is heel vervelend. Eigenlijk zou ik gewoon elk weekend weg kunnen. Maar omdat mijn moeder nu verkouden is en ik mag niet naar huis. Dat is wel heel vervelend. Ja, dus eigenlijk zijn jullie gewoon gescheiden van elkaar door de corona. Ja. Nou, dat is heel vervelend. En hoe voel je je daarbij dat je zo gescheiden bent van elkaar door de corona-regels? Met hoofdletters! Oké, je vindt het echt heel vervelend. Ja. Dat kan ik me voorstellen. En maak je je ook zorgen? Ja. Mm-hmm. Want mijn opa en oma, mijn opa heeft al een beetje last van. Ik kan snel ziek worden en last van mijn longen, longembolie en zo. Mm-hmm. En die zijn ook al oud, dus als ze het krijgen, zijn er meer kansen op. Heftige dingen die ze kunnen krijgen en dan kunnen ze misschien wel overlijden. Dus daar maak ik me zorgen. Maar daardoor weet je ook misschien wel waarom je het doet. Waarom je het weekend niet naar huis kan en zo. Doet het dus voor je open oma. Ik doe het wel voor hun. Het is wel fijn dat je daarom kan denken dat je het voor hun doet. Oké, ja, tof. En heb je misschien nog een boodschap die je wil geven aan de andere kinderen van Coraal? Die misschien in dezelfde situatie zitten? Ja, ga niet negatief denken, blijf positief, want wij kunnen er allemaal niks aan doen.